De gemeente is van plan om in een aantal wijken zoals De Hoogte, Paddepoel, Koendersborg en Corpus den Hoorn betaald parkeren in te voeren. Dat gebeurt omdat veel forensen die in die wijken parkeren de parkeerdruk verhogen. Volgens het CDA is hier geen sprake van en is er genoeg parkeerruimte. Daarom heeft het CDA een enquête gehouden om te peilen in hoeverre wijkbewoners last hebben van parkeerders die niet in hun wijk wonen. We hebben geprobeerd in ieder geval verspreid door de stad mensen te laten reageren op onze enquête. Om te kijken, ja, wat vinden mensen er nou van en welke mening hebben mensen. En dan kom je ongeveer uit in de wijken waar het nu wordt ingevoerd om ongeveer 75% tegen en 25% voor. Dus daar blijkt in ieder geval weinig draagvlak uit. Maar wij hadden natuurlijk het liefst gezien dat de gemeente dit zelf op een wetenschappelijk verantwoorde manier gewoon had onderzocht. Volgens het CDA wil de gemeente eerst betaald parkeren invoeren en dan pas met de wijkraden in overleg gaan. Ja, daar zijn we niet zo enthousiast over. Wij vinden eigenlijk dat je gewoon moet kijken naar draagvlak in de buurt. Betaald parkeren alleen invoeren als de bewoners en de buurt daarom vragen. En niet zomaar rigoureus in een heel groot gebied betaald parkeren invoeren. Tot voor kort was er de situatie dat als er een parkeerprobleem was, dat bewoners dat konden melden. Dan werd er onderzoek gedaan. Er werd het draagvlak ook onderzocht onder de buurtbewoners. En als er dan een meerderheid voor was, of in ieder geval een groot gedeelte van de inwoners, meestal was het 50-50 in die onderzoeken. En daar stapt men dan nu ineens vanaf. De gemeente wil hier dus betaald parkeren invoeren. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik belachelijk en onnodig. En mensen die bereid zijn om hier de auto neer te zetten om naar het Martini ziekenhuis te gaan, mag van mij. Ruimte zat. Waarom? Het is alleen maar geldklopperij. Ik weet dat in de wijk Koendersborg, waar de meerderheid was tegen betaald parkeren, en dan voeren ze toch in. Dus. Wat vindt u daarvan, dat ze dat dan toch doen? Ja, belachelijk. Ze doen dit, maar dan druk je het dus zo in één keer uit over een heel groot gebied van de stad. Ook naar wijken waar ze dat probleem nooit hebben ervaren. En dan is het toch een kwestie van, wij weten wel wat goed voor u is. En dus ze willen niet vragen, bewoners, wat wilt u? Ze willen niet met de mensen in gesprek. Nee, de gemeente weet wel wat goed voor de mensen is. Ja, volgens mij is dat niet de manier waarop en ook de coalitie had afgesproken om met de burgers om te gaan. Nou, de gemeente gaat hier dus betaald parkeren invoeren. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ze doen het door de hele stad. Dus loopt het hier niet door, denk ik. Kom je er niet onderuit. En wat vindt u ervan dat ze het in de hele stad gaan invoeren? Ja, moeten we maar gewoon nemen zoals het is. Ja, ik denk dat het aan het college is om misschien nog eens een keer te luisteren naar ook onze argumenten. Dan zeg, misschien moeten we het nog eens een keer heroverwegen. Misschien is het toch goed om onderzoek te doen. De collegepartijen hebben zich tot nu toe eigenlijk altijd achter dit plan geschaard. Het is de vraag of een van die partijen nog eens een keer wil heroverwegen en misschien toch naar de burgers wil luisteren. Als dat niet gebeurt, dan wordt volgende of twee weken besloten om betaald parkeren in te voeren de komende jaren in een heel groot deel van de stad.